Welkom op deze beveiligingsworkshop. Met name, dan het beveiligen van je thuisnetwerk. U gaat er al vanuit dat op je PC's een up-to-date anti-malware en antivirus-tool draait. Er zijn verschillende gratis mogelijkheden. Er is nog iets anders: er is nog de gebruiker zelf. Ook die moet alert blijven. Ik toon je dat aan de hand van een berichtje dat ik zelf heel onlangs heb ontvangen van Apple. Ik ben cliënt bij Apple. Ik heb een account bij Apple. En dit viel in mijn mailbox. Ik zag er allemaal heel correct uit. Een eerste berichtje ging bij mij branden toen ik de muispijl boven de link in dat berichtje hield. Want toen zag ik toch wel een bevreemdend iets, namelijk een URL, een webadres, dat verwees naar een site die zich blijkbaar in het domein DE, dus Duitsland, bevond. Nu, ik toon je even wat er zou gebeuren als je hier toch die link aanklikt. In mijn geval niet zoveel, omdat ik over een browser beschik, in dit geval de recentste versie van Firefox, die dergelijke gevaarlijke phishing sites eh, rapporteren. Nu, dat is niet noodzakelijk altijd het geval als het om een hele recente phishing site gaat. Dan zou je het volgende kunnen tegenkomen. Je meldt je aan en je wordt gevraagd om je ID en je wachtwoord en een heleboel andere gegevens. En je raadt het al, die worden natuurlijk gestolen door degene die je de mail hebben gestuurd. Naast up-to-date anti-malware is ook een firewall belangrijk. Een firewall die controleert het in- en uitgaande netwerkverkeer. Via het configuratievenster van Windows kan je nagaan of je firewall actief is en nog een paar andere beveiligingsinstellingen. Je klikt allereerst Systeem en Beveiliging aan en vervolgens klik je op. Onderhoudscentrum. Je merkt hier bij mij dat inderdaad mijn netwerk-firewall een probleem heeft aan de hand van dat rode kleur en blijkbaar is die niet ingeschakeld. Dat is vlug gebeurd door de knop nu inschakelen in te drukken. Je kan dat effectief bij de firewall zelf gaan controleren. Ik keer terug in het configuratiescherm naar Systeem en Beveiliging en klik deze keer. De status van firewall controleren en die blijkt nu wel in orde te zijn gezien de groene kleur. Ik keer terug naar het onderhoudscentrum en het is toch wel belangrijk dat je via instellingen voor onderhoudscentrum wijzigen controleert of je alle belangrijke onderdelen hebt aangevinkt. Dat wil zeggen, als er iets niet in orde is met Windows updates, netwerk firewall, virusbeveiligingen enzovoort, dat je dan automatisch een bericht krijgt van dat onderhoudscentrum. Het kan ooit kwaad een paar tests uit te voeren. Bijvoorbeeld nagaan of je antivirus, anti-malware tool wel actief is en alert is. Dat kan je doen door te surfen naar www.eicar.org, waar je op anti-malware testfile klikt en vervolgens op download. Laat je geen schrik aanjagen. Dit is een veilig NEP-virus. Eens kijken wat er gebeurt als ik hier klik op eicar.com, dat nepvirus dus. En dat effectief ook wil gaan uitvoeren of gaan opslaan. Je ziet, in mijn geval heeft Microsoft Security Essentials dat gedetecteerd en ik zie inderdaad dat het om het EICAR-testvirus gaat. Hij stelt voor dat te verwijderen en met acties toepassen kan ik dat inderdaad laten doen. Dit is geen sluitende test, het toont alleen maar aan dat mijn antivirus-anti-malware-tool actief is. Ook eens kijken of je firewall wel netjes alle gaten heeft gedicht, alle poorten heeft gedicht. Dat kan je doen door te surfen naar www.grc.com. Je klikt op Shields Up, je bladert naar beneden en klikt nogmaals op Shields Up. Waarna je dan op de knop. Proceed drukt en bij voorkeur de volledige test uitvoert door All Service Ports aan te klikken. Die gaat dus controleren in hoeverre de 1056 poorten die hij controleert wel degelijk afgesloten zijn en zelfs verborgen zijn, zeg maar stil. Dat moeten dus allemaal groene vakjes worden. Veronderstel dat er één blokje toch rood zou gekleurd zijn, dan kan je daarop doorklikken. Ik heb er nu wel geen. Bij mij zijn ze gelukkig allemaal groen. Mijn firewall levert dus goed werk af, blijkbaar. Wel, dan hoef je maar op dat rode blokje te klikken. In dit geval zou dat poort 179 zijn. En dan krijg je hier in dat geval de nodige uitleg. Je kunt nogmaals gaan aankloppen bij die poort via dit knopje: Probe This Port. En dan zal hij alleen dat poort. Nogmaals checken en je meedelen wat het resultaat is. Bij mij is dat dus blijkbaar wel in orde. Voilà, dit is ongeveer het resultaat. Bij mij ziet er toch wel alles goed uit, want alles ziet mooi groen. De kans is groot dat je netwerk via een router of router het internet opgaat. En dan moet je ook op dat niveau een en ander gaan controleren. Zaak is het IP-adres van je router te weten te komen. Dat kan door vanuit een opdracht. Naar het commando ipconfig uit te voeren en bij de actieve Ethernet adapter te gaan kijken naar het adres dat af te lezen staat bij Standard Gateway. Bij mij is dat 192.168.0.254 en dat adres voer je dan ook in, in je browser. Uiteraard belangrijk is dat je bij de configuratie van je router een heel stevig wachtwoord hebt voorzien. Dat je dat zeker niet blanco laat. Ga ook na of je router van de up-to-date firmware is voorzien. Je kan dat laten controleren. 1.09 is dat bij mij. Het is weliswaar een hele oude testrouter. Ik moet die dringend dus vervangen. Dat deert al van behoorlijk wat jaren terug. Ook belangrijk is dat je. Op netwerkniveau. Liefst eigenlijk geen DHCP-server activeert. En dat je dus zelf op al je PC's het, een geschikt IP-adres gaat invullen. Vind je dat wat lastig? Dan kan je dat wel laten activeren. Dat de router de adressen bedeelt. Maar voorziet dan een bereik dat beperkt is tot het aantal PC's. Dat je denkt in je netwerk te zullen gebruiken. Bij mij zijn er dat dus 6. Van adres 10 tot en met 15. Dat maakt het toch weer een stukje moeilijker voor. Buitenstaande zeg maar, om met een eigen toestel in je netwerk te gaan inpluggen. Belangrijk is natuurlijk ook als je een draadloze verbinding voorziet dat je dat goed beveiligt. En de enige echte goede beveiliging is encryptie. Met behulp van WPA WPA 2. Voorziet je router alleen in een webbeveiliging, dan moet je die upgraden. En levert die na die upgrade nog altijd geen WPA-beveiliging af. Dan gooi je die router bij voorkeur buiten en koop je een andere. Je kiest hier WPA WPA 2 Personal. En bij voorkeur als alle PC's die WPA 2 ondersteunen, kies je hier WPA 2. Voorzie je een hele stevige sleutel van 8, maar zelfs liever nog 12 alfa. Numerieke tekens en op die manier, als je tenminste niet vergeet op save settings te drukken, is ook je draadloze netwerkje beveiligd tegen ongewenste pottenkijkers. Ik wens jou nog heel veel veilig, vooral netwerkplezier.